Hallo, wij zijn Mesla. En ik ben Selma. Wij gaan op zoek naar de duizenden kinderzwerfboekenstation. En wij gaan deze boeken terugbrengen. Gaan jullie mee? Wij zijn Kids Reporters en wij zijn op zoek naar de kinderzwerfboeken. Zitten we hier goed? Jazeker zitten jullie hier goed. Vandaag wordt het duizendste kinderzwerfboekstation geopend. En ik ga over de bestrijding van armoede in Nederland. En daarom vind ik dit ook zo goed. Want er zijn natuurlijk ook kinderen die opgroeien in gezinnen waar niet zoveel geld is. En waar je niet allemaal boeken kunt kopen. Nou, dan is zo'n kinderboekenzwerfstation natuurlijk heerlijk. Want dan hoef je het boek niet zelf te kopen, maar je kunt wel lekker lezen. Nou, zijn er kinderen die zitten daar. Zou hij later ook zo groot worden? Open! Kirsten en staatssecretaris hebben de duizendste kinderzwerfboekstations geopend. Waarom denkt u dat kinderen minder lezen? Ik denk eerlijk gezegd dat dat komt omdat er zoveel andere dingen zijn voor kinderen die leuk zijn om te doen. Lezen of gamen? Lezen. Gamen. Lezen. Lezen. Gamen. Gamen. Lezen. Lezen. Allebei. Ja, het is erg dat een heleboel kinderen te weinig boeken kunnen lezen omdat ze te weinig centjes hebben. Waarom ben je eigenlijk ambassadeur? Omdat ik zelf dol op lezen ben en mijn kinderen ook. En ik weet dat er heel veel kinderen zijn die geen geld hebben om zelf een boek te kopen. Vandaag is het duizendste kinderzwerfboekstation geopend. Ik ben benieuwd wie de volgende lezer is van dit boek. Misschien ben jij het wel. Tot de volgende keer! Doei!